Hoi, welkom. Ik ben Shree en vandaag ga ik jullie vertellen hoe je van hardnekkig vet af kan komen. Of vooral het laatste beetje vet dat bij mij altijd bleef hangen rond mijn buik. Niet gegarandeerd dat dit werkt voor iedereen, maar bij mij heeft dit wel geholpen. Vooral door middel van intermittent fasting. Dat is dat je een bepaalde tijd niet eet. En apple cider vinegar, wat heel bekend is in Amerika. Deze video is een deel 2 op mijn vorige video, dus als je die nog niet hebt gezien, klik hier volgens mij, of daar, geen idee. Dat is hoe ik 20 kilo ben afgevallen en tips hoe jij dat ook kan. Ook wil ik er even bij zeggen, ik heb hier beneden mijn notities, want ik ben erg lang bezig geweest met het uittypen van de tekst voor deze twee video's. Dus ik hoop dat jullie deze video een like kunnen geven, subscribe, zodat jullie ook in de toekomst andere video's van mij kunnen zien. Voordat we gaan beginnen wil ik wel even laten zien hoe ik er eerst uitzag en hoe ik er dus uitzag op 100 kilo en hoe ik er dus nu uitzie. Zoals je kan zien heb ik nog steeds wel een buikje, maar ik probeer dat er nu dus af te krijgen. Vandaag is het 11 juni 2020, dus dan kan je zien waar ik nu ben. Er moet nog steeds een stukje af, maar ja, het is een begin. Tijdens dit hele jaar heb ik veel dingen gezien, gehoord en geleerd. Over wat je wel niet moet eten, wanneer je je vol voelt, wanneer je lichaam gewoon stop zegt. Volgens veel studies wordt verteld dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Dat moet je nooit overslaan. Dit is wel zo, alleen in mijn geval was dat niet zo. Vooral ook mensen met een paar kilo's meer hebben genoeg vetopslag om dat te gebruiken als energie. Doordat we meteen beginnen met eten wanneer we opstaan, wordt dat extra vet niet gebruikt, wordt dat stopgezet en zal hetgene wat je hebt gegeten gaan gebruiken. Na een bepaalde tijd at ik gewoon niet meer in de ochtend, want ik had gewoon geen trek. Ik at ongeveer rond 1 uur en dan mijn avondeten rond een uurtje of 8, 9. Wat is een 16-8-hour fast? Wat dit is dat je 16 uur lang dan niks eet en 8 uur lang de tijd hebt om alle calorieën, in mijn geval de 1500, te eten en binnen te krijgen die je nodig hebt. Wel drink ik de hele dag door gewoon water, rond ongeveer 2,5 liter, soms iets meer, soms iets minder. Dat zorgt er wel voor dat je vol blijft en dat je de dag doorkomt. Klinkt misschien extreem om zo lang niet te eten, maar als je slaapt heb je er al 7, 8 of 9 uur vanaf. Als je om 1 uur in de middag begint met eten, dan mag je tot 9 uur in de avond eten. Ik zelf houd het bij via een app, omdat ik dan niet eten met mijn stopwatch hoef bij te houden hoe lang ik al bezig ben. Maar wanneer je eerder of later wil eten, dan moet je gewoon dat aanpassen, zodat je in ieder geval 8 uur lang wel iets eet en 16 uur lang niet iets. Zorg ervoor dat het in jouw patroon past en dat je niet alles overhoop hoeft te gooien, want dat is wel heel irritant. Als je merkt tijdens het vasten dat je het toch niet volhoudt of dat je gewoon trek begint te krijgen, ga gewoon eten. Je hebt in ieder geval al voor een langere tijd niet gegeten als dat je misschien wel eerst zou doen. Maar je moet wel naar je lichaam luisteren en als je trek hebt en je wil eten, dan moet je gewoon gaan eten. Wanneer je je vast breekt, zorg er wel voor dat je dan niet meteen iets heel vettigs eet, want dat zal heel erg opspelen in je maag. Maar begin met iets van fruit, lichte groenten, yoghurt, iets lichts. Gewoon iets wat je maag makkelijker kan verdragen in de ochtend, nadat je zo lang niet hebt gegeten. Of in de middag bedoel ik dan. Ook waardoor dit vasten zou helpen bij sommige mensen is dat je dus korter de tijd hebt om te eten. Nou, voor mij zou het niet boeien, want als ik nu gewoon 3 zakken chips wil eten, dan krijg ik nog steeds meer binnen dan dat de bedoeling is. Maar dat is wel ook een gedachte erachter. Bij mij helpt het ook heel erg met mijn concentratie. Ik heb heel erg in de ochtend dat ik erg gefocust en geconcentreerd ben. Maar het moment dat ik ga eten, dan begint lichaam op te spelen of zo. En dan heb ik geen volle concentratie meer. Dus daarom doe ik in de ochtend ook mijn studie thuis, zodat die alvast is gedaan. En dan ga ik eten en dan daarna doe ik de rest van mijn dag waar ik niet zo'n bepaalde focus voor nodig heb. In mijn geval hou ik dus elke dag mijn eten bij, rond de 1500 calorieën. In het weekend heb ik wel 1 dag dat ik volledig slecht eet, wat ik niemand aanraad, want je lichaam gaat gewoon opspelen. Maar ik ben zo'n persoon, ik doe alles of niets. Tuurlijk heb ik door de week dat ik soms denk van, oh, lekker, chippy. Dat is niet de bedoeling, het is niet heel slim. Maar als jij ervoor kan zorgen dat jij je snackies en je lekkere eten door de week zal verspreiden in plaats van wat ik doe en op 1 dag gewoon slecht eten, is dat veel beter voor je in de long run, want dan zou je ook niet gaan binge op eten en eten echt zien als een treat op de zondag, terwijl eten gewoon door de hele week heen lekker moet zijn. Daarnaast heeft het ook een aantal positieve effecten. Het verlaagt het risico op kanker, Alzheimer, verbetert de hersenfunctie, dat is ook een belangrijke, en het gaat ontstekingen en veroudering tegen. Nou, als je niet lang jong wil blijven, dan ja, weet ik het ook niet meer. Maar de meest belangrijke
belangrijke gezondheidsvoordelen zijn dat er een hormoon wordt aangemaakt, het menselijke groeihormoon, die ervoor zorgt dat het aanmaken van spiermassa makkelijker gaat en het verlies van vet ook soepeler verloopt. Het verbetert je insulinegevoeligheid en dat is belangrijk, dat zal ik verder ook in deze video uitleggen. Een insulinewaarde die laag blijft, zorgt ervoor dat je lichaam niet in opslaanmodus gaat, dus alles wat je binnenkrijgt opslaat als vet, maar in verbrandmodus, dus dat het vet gebruikt als energie. Uit studies is zelfs gebleken dat mensen met diabetes type 2 hierop vooruit gingen. Ook wordt het hormoon noradrenaline aangemaakt. Wat is noradrenaline? Dat is een stresshormoon die wordt geactiveerd wanneer je een lange tijd niet hebt gegeten. Dit hormoon zorgt ervoor dat er vet wordt vrijgemaakt dat gebruikt kan worden als energiebron. Door het effect van het noradrenalinehormoon kan je vetverbranding met 14% stijgen. En dat zal dus zeker met het laatste beetje vet wat eraf moet, of dat je eraf wilt hebben, erg helpen. Het laatste wat ik hierover wil zeggen is dat je lichaam de tijd krijgt om dode cellen op te ruimen en de afvalstoffen tussen de cellen te metaboliseren. Nooit vasten is eigenlijk hetzelfde alsof je je scooter je hele leven aan laat staan. Je hebt dus nooit rust. Nu ga ik het hebben over apple cider vinegar, ook wel genaamd appelazijn. Een goedje dat heel erg bekend is in Amerika en ook steeds meer hier naar Nederland komt. Wat is apple cider vinegar? Apple cider vinegar is een appelazijn dat gemaakt is van gefermenteerde appels. Het bevat veel voedingsstoffen zoals calcium, fosfor, kalium, vitamine A, B, C en E. Oh ja, en niet vergeten ijzer. Waar dit appelazijn ook goed voor is, is vetverbranding te stimuleren, stofwisseling te versnellen en spijsvertering te verbeteren. Dat is ook de reden waarom ik apple cider vinegar in de ochtend in mijn thee doe, voordat ik ga eten, zodat alles van binnen wordt schoongemaakt. En ook om vetopslag tegen te gaan. Het helpt ook je insulinegevoeligheid, waardoor je alvleesklier dus beter zal werken in de long run. Net als bij intermittent fasting. Het helpt je lever en nieren bij het afvoeren van gifstoffen, zodat je lichaam grondig wordt gereinigd. De variant die ik gebruik en het meeste wordt gebruikt ook in Amerika is Bragg from the Mother heet het. Deze is biologisch en raw, waardoor die al zijn vitamines, voedingsstoffen en enzymen nog heeft. Wanneer je een andere variant vanuit de fabriek haalt, wordt niet gegarandeerd dat al diezelfde goede stoffen daar nog steeds in zitten. En zo ja, kan dat in een hele kleine hoeveelheid zijn. Als je het zelf zou willen proberen, apple cider vinegar, kan je het online bestellen. Ik weet niet of je het in de winkel kan halen. Maar wanneer je daar nog niet aan gewend bent, zou ik eerst beginnen met citroensap. Dat zorgt ook net als met apple cider vinegar en ook net als gember voor een inwendige schoonmaak. Als je dat doet, neem dan wat citroensap of apple cider vinegar in een groot glas of een grote mok thee of water. Ik drink het voor mijn eerste maaltijd en ik drink het in de avond na mijn laatste maaltijd. Let op dat als je dit drinkt dat je het met een rietje doet. Want anders gaat je tandglazuur er gewoon aan, want het is en blijft een zuur. En als je dat niet doet, spoel dan gewoon je mond heel goed na met water wanneer je het hebt opgedronken. Dit helpt me ook heel erg wanneer ik een beetje gevoel dat ik trek heb in de ochtend. En het zorgt er gewoon heel erg voor dat dat gevoel weggaat. En waardoor ik mijn vast langer kan volhouden. Of mijn fasting. Het zijn alleen geen wondermiddelen. Je zou nog steeds natuurlijk gezond moeten leven. Maar het helpt er wel bij. En mij hebben ze in ieder geval geholpen om hardnekkig buikvet weg te krijgen. En dat kan je dan hier zien. Dit is before. En dit is daarna. Ik ben nog steeds niet op het punt waar ik wil zijn. Maar het gaat de goede kant op en ik heb geen haast. Bedankt voor het kijken. Ik heb heel veel plezier gehad om deze video's te maken over voeding. Want ik ben echt iemand die alles opzoekt, maar ook alles. Als je me iets vraagt, dan weet ik ook vaak het antwoord er wel op. Ik weet niet, ik vind het leuk om dingen uit te zoeken. Als jullie iets hebben wat je graag wil weten, kan ik dat voor jullie uitzoeken. Laat het in de comments beneden achter. Ik hoop dat ik jullie voldoende heb geïnformeerd over wat ik doe en wat jij zou kunnen doen. En wat helpt wanneer je nog het laatste beetje buikvet weg moet krijgen. En vergeet niet te liken en subscriben, want dan zien jullie mij zo snel mogelijk weer terug. Doei!